Woensdagavond, Dus wij zitten weer hier live voor jou een radioprogramma te presenteren... met veel passie en enthousiasme zoals jullie van mij... en ook mijn mede-presentaties Marijke Willems gewend zijn... die je natuurlijk hartstikke leuk vinden om vanavond ook weer... een leuke avond ervan te maken met de allerbeste gospeldance... en een goed gesprek. Wat wil je nou nog meer, zou ik bijna zeggen. Ja, een mooi weer, dat willen we altijd allemaal. En wie weet gaat hij mij dat ook nog wel een beetje geven hier natuurlijk. Maar wij zitten binnen... En dan maken we een mooie radio, Marijke. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel, Joost. Je bent weer veilig en wel aangekomen oh, ja, hier. Zeker, zeker, ja, zeker. Ja, gelukkig maar. Gelukkig maar. Ja, onze gast van vanavond, die we hebben uitgenodigd. Althans, die, daar ben jij vooral mee bezig geweest, Marijke, om die te strikken. Die heeft weer van alles meegemaakt, natuurlijk. En wil ook daar graag vanavond over delen. Maar een mooie quote die jij hebt aangehaald, denk ik, uit het voorgesprekje. Is dat jij onze gast liever met zijn hoofd. Uh, uh, maar nee, met je hoofd in de wolken en met je poten in de klei. Nou, dat moet wel een hele bijzondere uitspraak zijn. Hij is, uh, naast dat hij auteur is, ook uh, teamleider van uh, de Muscatlon bij de 4M. Dat is geen lekker uh, luchtje of iets dergelijks, of een uh, exotisch drankje. Nee, dat is een fondswerforganisatie die wereldwijd uh, allerlei mooie dingen doet, waar hij vanavond geheid meer over uh, zal gaan vertellen. Ja, te gast hebben wij niemand binnen dan uh, Jesse van Mellen. Leuk dat je bent, uh, Jesse. Ja, dankjewel. Dan, uh verbluffende introductie, Joost. Ja, daar, daar ben ik van. Dat vind ik altijd even leuk... om uh, daar natuurlijk iets uh, ja, van te maken. Ik word niet snel verlegen, maar... Uh... <laughs> ja, dan komt er even... Uh, dan passeert dat ook eventjes daadwerkelijk... dat we niet zomaar iemand van de straat afplukken... maar wel even werk maken... om uh, hier natuurlijk iemand uit te nodigen... bij, uh, bij Wild uh, Leuk dat je er bent. Ik ben heel benieuwd wat je vanavond met ons uh, gaat delen. Ja, dankjewel. Ik voel me vereerd. Ik heb er zin in. Nou, goed zo. Wij beginnen altijd die woensdagavond... met uh, een geluksmomentje. Geluksmoment. Marijke, heb jij er weer? weer eentje meegenomen vanavond. Uiteraard, uiteraard. Ja, dat ik, zal. Uh, <laughs> het, he, het heeft alleen wel weer te maken met eten. Oh, ik wil zeggen of je dochter die weer een nee. leuke dansje heeft gedaan. Nee, nou, eten ja, is ja. altijd goed, hè? Ja, 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 ja. Ik ben uh, lekker uit eten geweest met uh, mijn broer. Ik ga regelmatig met mijn broer eventjes een uh, een avondje wat doen. Ja. Dus uh, uh, dit keer was het uh, uh, een VR-game hebben gespeeld. Heb, heb je dat zelfs gedaan of niet? Uh, nee, ik ben wel eens uh, allerlei lasergamen ken ik wel, maar VR-gamen ken ik nog niet. Nee, ja, ik ben het dus helemaal niet zo van de computerspellen, maar ik vond dit echt helemaal fantastisch. Je komt dus in een ruimte, zeg maar, je krijgt zo'n grote VR-bril op, zeg maar, ja. zo'n zo mega-helm. En, uh, en mijn broer dus ook. En we zaten dus met z'n tweeën in hetzelfde spel. Het was een, een, we, hadden, we hadden niveau 1. Dus de makkelijkste zeg maar. En uh, het was een soort uh, jungle waar je dan in terecht En je moest met allerlei spellen en uh, uh, puzzels. Uh, moest, uh, moest je raden zeg maar. En, uh, en oplossen. En dan ging er weer een deur open. En dan kwam je in een andere ruimte. En zo moest je zeg maar. De, ja, een soort escape room is het. Dus je, moest, je, je stond ergens en je moest eruit. Ja, het is ons dus niet gelukt. <laughs> niet ontsnapt. Nee, we zijn blijven steken in het als spel. Als ik het zo horen, Joost. Had ik ook wel <laughs> een uitnodiging gewild voor die avond. Ja, ja ik ook wel. Volgens mij het is, al als, als is het alleen als het te lachen om te zien wat er gebeurt. <lacht> <lacht> nou ja, toen we dus klaar waren, het, toen uh, draaiden we ons om. En dan stond er inderdaad, is er zo'n zo podiumpje waar dus allerlei mensen stonden te kijken. Maar dat moet echt een heel gek gezicht geweest zijn. Ja, je staat gewoon op één plek. En, ja. je, en je, je, je doet wel dingen en je praat dus met elkaar. Dus je overlegt en je, en je doet. En jij doet dit en jij doet dat. En uh, ik vond ja. het wel echt superleuk. Voor herhaling vatbaar. Oké, okay, kijk. Uh, dus goede, goede zeggen, tip. Ja, zeker. Ja, ja. zeker. Jij ja, hebt het uh, ook nog nooit gedaan, uh, Jesse, zo'n uh, VR-game? Ja, ik heb wel eens een VR-game gedaan. Ja? Ja. Vind, je, vind je het leuk? Ja, zeker. Ik ben helemaal gek van spelletjes. Dus oh, okay. VR vind ik ook hartstikke mooi. <laughs> ja, fantastisch. Ja. Hey, heb je nog een geluksmomentje dat je zou willen delen met ons? Jij ja, 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 deelt direct een heel groot moment oh, volgens mij. Okay. Ja, ik denk. Uh... <laughs> wat wat waar kan je dan nog ja, van overtreffen? Dat dat nog overtreffen ja. ja, het is wel een geluksmomentje. Ja, ik zit dan meer te denken aan iets wat dagelijks voor mij gewoon belangrijk mm -hmm. is. Waar ik geluk in ervaar. Ik ben gek op geluk trouwens, dus dat is wel fijn. Um, maar in de, in de ochtend als ik wakker word en mijn wekker gaat, dat is nog niet mijn geluksmomentje. Maar wat ik s ochtends doe is mezelf wakker lezen. Uh, dus ik heb een hele stapel uh, boeken. Ik heb net het boek van uh, Rutger Brechtman uit Morele Ambitie. Mm -hmm. Dus dat prikkelt je dan direct weer in de ochtend om gewoon uh, vol te leven yes. en geïnspireerd te leven. Hartstikke mooi. Ja, dus en nu ben ik bezig in een boek van David Goggins, gaat ook echt over mentale weerbaarheid, hartstikke gaaf. Dus in ochtends ochtend word ik wakker en dan ga ik mezelf wakker lezen met een kopje koffie en dan denk ik, ja, nou, lekker begonnen. Heerlijk, en, dan en dat hoe moment... lang lees je dan, ongeveer? Ik nou, denk aan een uur of een... Ja, drie kwartier een uur wel. Oh, zo. Ja. Dan ga je door aardig wat boeken heen Ja, er gaan, uh, gaan aardig wat boeken doorheen, ja. Heerlijk, ja. Hé hey Joost, ja. heb jij nog iets te delen? Ja, mijn, mijn jongste dochter die moet binnenkort examen doen. Dus die zit volop in de examenstress en in de examen en examentrainingen en noem maar op. En die was vanmiddag uh, vrij. Eigenlijk of het, het, uh, het moment was afgelopen al eerder op de ochtend. En ik uh, was ook thuis nog. Dus ik heb daar eventjes gezegd, joh, heb je nog even tijd om even te lunchen? Ja, natuurlijk. Ja, normaal haal ik wel eens een broodje bij de bakker. Maar ik zeg, zullen we eventjes uh, even, uh, even echt naar een lunchtentje gaan? Dan vond ze nog leuker. En dat is ook wel even, even een mooi moment om even dat een op een uh, moment te hebben. Om even ja, met je dochter heerlijk. even te spannen en even ja. gewoon lekker te genieten. Nou, dus dat uh, was eventjes een, uh, een geluksmoment voor mij uh, voor, voor deze dag. Ja, zo komen er natuurlijk. Elke keer allerlei momentjes tegen die jij misschien niet eens meer realiseert thuis. Of als je meeluistert. Uh, maar dat wel gewoon heel mooi is om eens even bij stil te staan. Wat voor mooie dingen wij wel niet allemaal uh, ja, krijgen en tegen, uh, tegenaan lopen. Wat uh, gewoon hartstikke mooi is om van te genieten. En ik hoop dat je ook vanavond uh, van deze uitzending mag en kan genieten. En uh, wij gaan dat in ieder geval wel doen met een fantastisch Jesus Loves Electro Burning Love. Burning Love hier bij Wild Fate op wat FM. Leuk dat je luistert. We zijn vanavond in gesprek met Jesse van Melle. En hij, wat ik al even in dit introductie zei... hij werkt bij 4M en hij is daar teamleider van, van de Muscalon. En of, uh, Toen zei ik natuurlijk van dat is geen lekker uh, luchtje... of een, uh, of een bepaald uh, exotisch drankje. Maar wat het, wat het wel is, gaan we natuurlijk vanavond uh, even uh, door over praten. Maar ik, ik kan je... Ik, de elevator pitchers, jij moet zeggen, wat voor werk doe je dan, Jesse? Los van eigen ondernemer zijn en spreken en andere dingen die je doet. Maar een teamleider bij de Muscatlon? Ja, wat we doen bij de Muscatlon is dat we mensen tevoorschijn roepen. Eigenlijk in het leven om ook wat te gaan doen voor een ander. Dus we hebben allemaal onze eigen uitdagingen, problemen en moeilijkheden. Maar als we kijken naar deze wereld dan staat de wereld ook gewoon als mensheid voor heel veel grote uitdagingen, mensenhandel, extreme armoede, geloofsvervolging, mensen die op de vlucht zijn, die allemaal steun kunnen gebruiken, hulp kunnen gebruiken. En wat we met de Muscatlon doen, is eigenlijk mannen en vrouwen mobiliseren om het belangrijk te gaan maken. Dus door het vormen van een stem, zeggen hey, dit is er aan de hand, dit is belangrijk, we hebben iets te doen. In beweging te komen. Dat doen we heel letterlijk. Dus iedereen traint voor een sportieve prestatie op het moment dat hij zich aanmeldt voor de muscatlon. Uh, en we reizen af naar de plek waar het onrecht is. Dus we gaan naar de vluchtelingen toe. Of we gaan naar de armen toe. Of de mensen die worden vervolgd. Om juist op die plek te zijn om elkaar te steunen, elkaar te ontmoeten. En dan komen we niet met lege handen. Omdat elke atleet, want zo noemen ze muscatleten. Uh, die haalt ook 10.000 euro op. Dus per persoon neemt iedereen 10.000 euro mee. En dat investeren we zo lokaal mogelijk en zo specifiek mogelijk op de plekken waar dat het hardst nodig is. En dat doen we met een paar uh, hele mooie partners uh, die 24/7 eigenlijk uh, ja, betrokken zijn op de levens van al die mensen. Ja, en als ik, dat, als ik dit ook hoor, zoals je dat al gepassioneerd hier vertelt, dan hoor ik ook een woord in mijn, in mijn hoofd of in mijn koptelefoon galmen, dan is dat gerechtigheid. Ja, dat hoog ja. bij jou waarschijnlijk in het vaandel staat. Ja, dus in het leven willen we graag tot recht komen als mens, dus gewoon... Sommige mensen noemen het er alles uithalen wat erin zit of tot bloei komen of wat dan ook. Maar recht, recht doen of recht brengen, is, is, is ook een uitkomst daarvan. Dus tot, tot recht komen en recht doen, dat gaat bij ons eigenlijk hand in hand. Ja, gerechtigheid is misschien een beetje een abstract woord, maar gewoon dingen aan de kaak stellen en zeggen van, hey, op het moment dat mensen naakt zijn, hebben ze kleren nodig. Als ze en honger hebben, dan geven ze eten. Als ze op de vlucht zijn, dan geven ze een plek om te schuilen. Zeg maar. En niet vanuit wij zijn de redder en zij zijn het slachtoffer. Maar meer vanuit die medemenselijkheid. van we, hebben, we zijn aan elkaar gegeven om voor elkaar te zorgen. Um, dus ja, dat, dat noemen we dan gerechtigheid. En we hebben dan een mooie zin: Muscatlon, golven van recht, het overspoelen van de wereld met medeleven en met Zo, liefde. Ja, dat is nog ja, een, een flinke. Dat klinkt dan al heel mooi, <laughs> weet je. Ja, ja, Maar kijk, ik bedoel, dat is, dat is nu zoals je nu in het leven staat, hoe je er nu naar kijkt. Uh -huh. Maar uh, ja, uiteindelijk ben je natuurlijk zelf ook gevormd in, in hoe je nu bent en wie je bent. Uh, en ik heb, heb ook wel een beetje begrepen dat je ook vanuit je, vanuit je opvoeding. uit een heel bijzondere ja, gezinssituatie eigenlijk, uh, eigenlijk komt. Ja, het is in ieder geval niet standaard. Oké. Okay. Nee, oké. Okay. <laughs> nee, dat, dat veel mensen goed. hun eigen gezin beschouwen als iets wat bijzonder is. Nou, dat doe ik ook. Maar het is wel een beetje een atypisch gezin geweest. Dus ik ben opgegroeid gewoon bij mijn eigen ouders. En dat zeg ik expliciet omdat. We hadden een pleeggezin thuis, dus dat betekende dat het gezin open stond voor kinderen van andere mensen die daar minder goed voor konden zorgen. En dan kwamen ze een tijdje bij ons in huis wonen om vervolgens of weer terug te gaan uh, of helaas naar een andere plek waar ze dan uh, het grootste deel van hun leven konden blijven. Dus als het niet lukt om weer naar huis te gaan, dan zochten we eigenlijk een, een plek of er werd een plek gezocht voor de kinderen om daar tot hun achttiende of waar nodig langer te blijven, een permanente... Plek om op te groeien. Uh, en in de tijd dat ik thuis woonde, zo'n 23 jaar, heb ik meer dan 45 broertjes en zusjes gehad. Zo? Ja. En hoe oud was je toen de eerste kwam? Weet je dat ja, nog? Ik weet niet heel heel precies, maar rond mijn tien, tienerjaren. Oh, echt. Ja. Dus dat heb je wel echt heel erg bewust meegemaakt die eerste keer. Absoluut. Ook. ja. En dat, hoe hoe dat, vond je dat? Ja, dat begint natuurlijk heel leuk. Want dat is dan dat was een jongen van mijn leeftijd. Oh, oké. Okay. En uh, die kwam gewoon één weekendje in de maand. Dus dat begon echt vanuit de, de pleegzorg, zeg maar. Ja. Uh, en op een gegeven moment kwam hij ook in, uh, in de vakanties. Nou, vond ik eigenlijk hartstikke leuk, gezellig. Een, vriend, vriend, een vriendje erbij bij. die ja, vaak, ja. vaak komt. Ja. En, en dat in, intensiveerde. En op een gegeven moment nou, kwam er weer een kind bij. En die, die ging eigenlijk uh, niet naar huis. Of die ging een weekendje in, in de maand naar huis. En die bleef de rest van de tijd bij ons, zeg maar. En zo langzamerhand groeide het gezin echt tot een gezin waar... Ja, ook kinderen van anderen kwamen te wonen. Zo bijzonder. En, en soms ja. een paar weken, soms enkele maanden. En uh, er zijn er ook best wel veel die gewoon jarenlang onderdeel zijn geweest van het gezin. En hoeveel ruimte hadden jouw ouders om ja, uh, extra broers en zussen, zoals je eigenlijk ook wel zegt, uh, ja, op te vangen in jullie huis? Ja, ik weet niet of je daar precies aantal aan kan hangen. Maar ik kan wel zeggen dat het hart van mijn ouders vrij groot is. Maar ja, daar heb je geen groot te huis te voor nodig dan? Of nee, veel slaapkamers per dag. Nee, het je. huis voelde... Ja, ik heb nooit het huis als te klein ervaren. Oh, dus, er is wel... Later in mijn leven zijn we ook wel groter gaan wonen. En dat je dan een eigen kamer hebt. Maar het is, we zijn, zijn ook echt wel tijdig geweest... dat je met meer op één kamer lag. Wat ook helemaal prima was. Ja, ja. Dus Doen je ouders het nog steeds trouwens of niet? Ja, dat noemen ze dan nu een gezinshuis. Oh ja. ja. Ze zijn een heel, heel eind verder wat dat betreft. En, en er zit, daar zit ook een heel, een heel zorgteam bij. En zorgprofessionals en... Inmiddels hebben ze denk ik meer dan 100 kinderen nu in het gezinshuis gehad. Ja, en, ja. ja ik wil ik zeggen waarin heeft jou ook uh, dat zelf ge, ge, uh, gevormd eigenlijk zoals je nu bent. Want ik kan me heel goed voorstellen wat je zei. In ja, het begin denk ik, ja, er komt een vriendje één keer per maand, één keer, ja. per, hè, uh, één keer per week, elke vakantie. Maar, maar daar gaan ook komen en gaan. Dat kan ook soms heel onrustig zijn. Of juist dat je hm. denkt, van, joh, ik, ik, ik heb eigenlijk dat grote hart van mijn ouders ook uh, hm. ja, meegekregen van, van wie ik ben. Maar ik kan me ook kruis zetten dat je je verzet. Ja, maar ho, wacht even, uh, hier ben ik ook nog. Uh, Jesse, jullie, uh, jullie kind die hier ja. toch altijd woont. Ja, en ik heb dan nog een zus en een broertje en een zusje, dus vier biologisch. En ik heb nog mijn jongste broertje, die is nu net 18 geworden en die kwam bij ons wonen toen hij drie maanden oud was. Dus dat is ook uh, een formelle. Dus die is op zijn twaalfde, kreeg hij onze achternaam. Um, maar ik heb, ik heb nooit echt verzet. Ja, wel gewoon als broer tegen zussen en broer tegen broertjes, zeg maar. Maar niet gewoon verzet het tegen het feit dat we een ja. gezinshuis hadden en wat ik dus met de paplepel ingegoten heb gekregen vanuit twee hele uh, invloedrijke richtingen, was vanuit ouders ruimte in je leven maken voor een ander, dus uh, ouders leerden eigenlijk van, hey, je, hebt, je hebt ook iets te doen voor de ander, en een andere stroom van invloed, was de kerk waar ik naartoe ging, waar de Bijbel openging, waar ook werd verteld van, nee, hey, in deze wereld hebben mensen het moeilijk, en je hebt daar verantwoordelijkheid in te dragen, en je hebt te steunen dus uh, vanaf meerdere kanten waar ik veel was, en waar veel invloed vandaan kwam, werd ik gevormd om eigenlijk echt ook te Gaan geven om de andere. Ik ben heel benieuwd wat voor een praktische tools je daar vandaan hebt gekregen om die mooi bij elkaar te, te voegen. Good Weather Forecast van Kingdom. Jesse, je hebt een. Ik even de. Uh, <laughs> om het te, te verklappen, zeg maar. Je hebt natuurlijk een, je hebt een boek geschreven, daar gaan we later nog over hebben. Ja, leuk. Maar het is een prachtig boek. Ik heb hem zelf ook gelezen. Een persoon van vrede heb je geschreven. Daar staat een quote in die me wel trok. En daar staat, elke dag probeer ik manieren te vinden om tot steun te zijn voor mensen die verstrikt zitten in het leven en slachtoffer zijn geworden van het onrecht dat er is in de wereld. Natuurlijk maak ik hier mijn eigen keuzes in, maar het grootste deel van de manier waarop ik leef is gevormd door de manier waarop mijn ouders in het leven staan. Ze hebben mij nooit opgelegd om hun levensweg te bewandelen, maar hun daden waren overtuigend genoeg om hetzelfde te willen doen. Goed voorbeeld doet goed volgen blijkbaar. Ik vond het een prachtige quote. Uitje. Ik ben het mee eens. <laughs> je, je bent het er mee eens. Nee, maar je zei net al van dat je ouders echt wel een voorbeeld zijn geweest voor jou. Ja, maar wat vind je er mooi aan de quote? Dat je zegt van hey, van alle quotes die je had kunnen noemen. Oh ja, er staan, er, er staan er heel ah, veel, veel deze, mooie quotes in Heb je boek, deze gekozen? Maar waarom sprak deze jou aan? Omdat het uh, heel erg uh, respectvol naar je ouders is, vind ik. Je kan ook natuurlijk heel erg zeggen van de weg die zij hebben bewandeld was niks voor mij bijvoorbeeld. Maar ik vind het heel veel spreken van liefde voor je ouders. Ja. En de manier waarop je bent opgevoed. Ja. Ja, nou, kijk, ik hou echt heel veel van mijn ouders. Ja. En waarom ik het denk ik ook zo kan schrijven, zonder dat het. Um, ik, ik, ben, ik ben niet iets in het leven van mijn ouders aan het goed praten of zo. Hè? Dus het hebben van een pleeggezin is een medaille met twee kanten. Dus aan de ene kant is het supermooi, hè? en aan de andere kant tekent het je leven ook op een bepaalde manier, wat niet altijd prettig is. Hè? Dus je. Ja, de, de opvoeding van mijn ouders, net als die van alle ouders, is gewoon niet perfect. En, nee, uh, en, maar je en, bent als ouder ook niet perfect? Nee, je, en, maar dat kan nee. ook helemaal niet. En als mensen hebben uh, allemaal onze imperfectie en gebrokenheid en weet ik het allemaal. Maar omdat, o, omdat dat er ook mag zijn in relatie tot mijn ouders. Dat ik mag aangeven, hey, hier had ik behoefte aan. En dat heb ik niet gekregen van jullie. Maar jullie hebben wel 100% je best gedaan. Dus er zit geen oordeel. Maar geef mij wel de ruimte om dat dan ergens anders te leren of te halen bij iemand anders. En die vrijheid was er altijd. Ja. Uh, dus de, ja, ik, wat dat betreft, ik een hoop respect voor mijn ouders. Ik, ik hou van ze. Ik respecteer ze ook echt als professionals. En tegelijkertijd ja, hebben ze ook wel wat dingetjes doorgegeven. Waar ik probeer om in mijn leven dan weer een beetje vanaf te komen. Uh, maar goed, uh, ja. Zoals? Zoals. Oh. <laughs> Zo. Ik denk dat er aan het helpen van, van mensen in nood nooit een grens komt. Ja. Dus je, je, je kunt jezelf... Doodgeven, yeah. doodwerken in het helpen van de ander. En ik, en ik denk wel dat, dat het voor mij heel erg zoek is tot waar gaat die verantwoordelijkheid hè? en hoeveel, hoeveel is ook gezond om te dragen. En dat, dat is voor mij altijd moeilijk om te ontdekken van ja, je kan je hele leven in dienst zetten van de ander, maar het, ja, ik, ik, het leven is ook aan mij gegeven als een cadeau om het te ervaren en om ervan te genieten en om het te beleven. En om daar dan ook echt tijd en aandacht voor te maken om dat zorgvuldig te doen. Dat is voor mij al dat is een echte zoektocht. Ja, ja, ik snap het ook wel. Het is, de, de, de wereld blijft natuurlijk ook. Zo zeg maar. Nood dus, zal er altijd zijn. Ja, daarom. Ja, ja dus je moet je eigen grenzen ook daarin stellen. Dat is eigenlijk ja, wat je zegt. Dat klopt. En tegelijkertijd ligt mijn hart zo aan de oppervlakte dat het heel makkelijk wordt geraakt. En ik heb mezelf aangeleerd dat als ik word geraakt, dat daar ook automatisch een actie aan verbonden zit. Met medelijden alleen ja, gaat deze wereld echt geen mooiere plek worden. Nee. Dus het is medelijden in combinatie met het woord wat Joost net gebruikte: gerechtigheid. Je hebt ook iets te doen. Ja. Uh, ja, dus dat is ja. zeker mooi dat je nu dat ook in praktijk kunt brengen met het werk wat jij doet, zeg Klopt. maar. Dat, uh, ja. ja, dat zeker. Ja. En ik ben ook wel benieuwd, want je zei voor de muziek, was dat volgens mij, dat je zei van, ik, ik heb uh, van mijn ouders natuurlijk het een en ander meegekregen in die tijd, uh, ook een kerk uh, waar we in opgroeiden. Um, je bent dus gelovig opgevoed. Dat kan ik zo stellen, zeg maar. Je komt uit een christelijk gezin. Klopt, ja. ja. En um, uh, hoe vond jij dat, zeg maar? Ging jij graag naar de kerk in die periode? Of, of niet? Wat weet je daar nog van, vanuit je jeugd? Ja, ik ging altijd graag naar de kerk. Vooral ook om uh, wat ik me kan herinneren om te spelen en om te voetballen. Dus als kind naar de kerk, ja, vond ik altijd hartstikke leuk, zeg maar. Je had allemaal speelgoed en Vriendjes en vriendinnetjes daar. En, uh, ik was niet per se bezig met de grote mensendienst dan. Hè, dat je dan. Uh, dan uh, ja, Vroeger ging je eerst naar de kinderdienst en, en daar was dat leuk en gezellig. Mm -hmm. En op een gegeven moment krijg je de leeftijd dat je dan één keer in de maand in de grote mensendienst moet zitten en, uh, en dan hoor je zo'n preek aan. Ja, dat vind je natuurlijk vaak machtig saai. Nou, uh, de, daar kan, kon ik me ook wel echt in vinden. Dat, ja, of dat ik het niet snapte of dat. Heel veel jargon. Weet je, dat, um, allemaal moeilijke woorden werden gebruikt. Ja, maar zij God uh, of zoiets, zei dat iets voor jou? Um, ik weet niet of, dat, of ik dat zo precies kan benoemen, maar ik had wel altijd het gevoel dat er meer was dan alleen wat ik kon zien. Ja. Dus dan, dan de wereld om me heen, de, de fysieke werkelijkheid. Zeg maar. ja, dat is A. En tegelijkertijd, ik voelde ook van alles van binnen en ik dacht van alles. En ik, ik wou van alles. Het zijn dingen die kun je niet vastpakken met je handen. Dus er is ook nog een soort van onzichtbare realiteit. En in de kerk werd daar wel woorden aan gegeven. van is een God die jij niet kunt zien, maar hij is jou nooit uit het oog verloren. Ik denk nou, wel interessant. Hoe werkt het dan precies? Weet je wij kunnen God niet zien, maar God wel. Uh, die kijkt wel naar ons. En nou, dus in de kerk werd er wel meer duiding gegeven ook aan, aan de binnenwereld en aan dat wat we niet kunnen zien, wat er wel volop aanwezig is. Ja, en wanneer kan je eigenlijk over jezelf zeggen van hé hey, toen, um, uh, toen, toen wist ik echt van nou ik geloof in God zeg maar of ja hoe zeg je dat? Ik geloof steeds meer in God. Ja. Dus ik kan niet één moment aanwijzen. Ik denk van oh dat was toen. Dat was het moment en toen geloofde ik in God. Nou, je hoort wel eens mensen toch die zeggen van, ik heb een echt een bekering Ja, een gemaakt, bekering, zeg. ja. ja. ja nou, echt dan... een moment, een keerpunt ja, in de, je de, leven. Je dus echt zegt, ik ga nu mijn leven anders of veranderen of of echt anders willen inrichten in plaats yeah. van wat ik deed, dan dat wil ik niet meer doen. Ah, Oké, okay, maar dat is een bekering. Ik dacht dat je voelde naar Gods besef. Mm -hmm. Dat je het idee had: er, er is meer tussen hemel en aarde. Want dat is denk ik voor mij al veel eerder gekomen. En op een gegeven moment ja, wordt heel concreet gewoon de vraag gesteld in de kerk: hoe ga je je leven inrichten? Zeg maar? en, ja. en wie heeft daarin de hoogste autoriteit? Ben je dat zelf of, of is dat God? Is dat de maker? Is dat de schepper? En op een gegeven moment uh, wordt er dan verteld over Jezus. Nou, in mijn boek schrijf ik over hem als Immanuel. Als de God die zichtbaar is geworden. Uh, de verschijning van het hart je, van God zelf, Jezus. Uh, en dat Jezus op een gegeven moment eigenlijk die vraag aan je voorlegt. Van, uh, ja, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik leid jou weer naar, naar de schepper, naar, naar God, naar, naar de Vader. Ja, en toen dacht ik bij mezelf, ja, dan kan ik twee dingen doen. Of hij liegt. Jezus is een leugenaar. Ja, dan kan het boek dicht en dan hoef ik niet meer naar de kerk. Want ja, waarom zou ik een leugenaar willen volgen op de weg van het leven? Gekke redenering. Of hij spreekt de waarheid. En dan is de kans heel groot dat ik het niet begrijp. En dat vraagt om vertrouwen. En toen heb ik toch met mijn nieuwsgierigheid besloten voor het tweede. Ondanks dat ik het niet begrijp, besluit ik om erop te vertrouwen. Liland met. Het nummer Pure, Pure Bride van, uh, van Rijer met een remix. Ja, de, de one and only Rijer. Die maakt zoveel oh, goed, verschillende ja. remixes. En een Nederlandse DJ die uh, allerlei uh, fantastische ideeën heeft over muziek maken en creëren. Prachtig. We zijn in gesprek met, uh, met Jesse van Melle. Uh, ja, over uh, uh, ja, een beetje eigenlijk over de, de, de passie die hij heeft voor mensen en waarom hij dingen doet. Uh, we hadden het niet... In het, uh, twee blokjes geleden hadden we het er eigenlijk nog eventjes over... Uh, dat je zei, ja, ik heb twee voorbeelden. Dat zijn de... En mijn ouders, de kerk, daar haalde ik de, de mooie dingen uit. En toen dacht ik al van, ja, dat klopt inderdaad. Want ik hoor jou al uh, heel mooie Bijbelse woorden citeren... In een, uh, in een Nederlands of in een hedendaags jasje. Hè, van als iemand honger heeft, dan moet ik die eten gaan geven. Als iemand geen kleden heeft, dan moet ik iemand kleden. Als iemand uh, op de vlucht is, moet ik hem een schuilplaats geven. Ja, dat is volgens mij sowieso een uh, citaat uh, uit, uh, uit de Bijbel... Mm. Maar, maar los van dat, eh, ik was even benieuwd omdat je er zei: van, daar haalde ik dat, dat je daar praktische punten uit beide, vanuit je, ja, je opvoeding, maar ook vanuit de kerk vandaan, omdat je daar wel zegt: van ja, ik, ik heb dat godsbesef was al vroeger en ik, en ik geloof ook echt wel. En een, dat had je mooi ook aan het einde, eh, voor het nummer, zei je dat ook. Weet je wel, dat, dat je niet per se het hoeft ge, te zien om te geloven, maar dat je dat gewoon moet accepteren van jezelf. Maar wat voor punten jij nog meer hebt, Eigenlijk, om het misschien praktisch te maken voor iemand die thuis nou luistert, die zegt, maar wat heeft die kerk mij nou geleerd praktisch? Wat neem ik nou één of twee punten? En ook van wat mijn ouders me geleerd hebben. Ja. Voor of tegen, dat kan natuurlijk ook. Want dat zei je ook. Het is niet overal allemaal groener het gras dan bij de buren. Nee, precies. Dus zowel de kerk als je gezin van herkomst... kan je ook echt dingen meegeven in het ja. leven... Die uh, ook een verkeerde kant op vormen, of uh, waar, waar je eigenlijk minder mooie dingen van, uh, van oppikt. Wat ik sowieso wel zeggen over het geloof, en dat vind ik het mooie aan geloof is dat je alleen kunt geloven in dingen die je niet weet. Anders weet je het. Dus op het moment dat mensen zeggen: ja, maar hoe, hoe weet je nou dat God bestaat? Dan denk ik, ja, ik kan het niet echt weten. Dus ik geloof het en ik ervaar dat het klopt. Maar ik, ik kan het niet. Ik kan tot een bepaalde hoogte kan ik een soort rationeel bewijslasten voor je aanleveren. Waarom ik. Denk dat God bestaat, maar ik ervaar van binnen dat het klopt. Zeg maar. Dus mijn geloof is niet een weten, het zit me veel meer op vertrouwen. Uh, en wat heeft de kerk dan geleerd en het gezin van de herkomst? Ik was niet zo goed op school. En school stelde altijd de vraag: wat wil je worden als je laat groot bent? En toen wou ik uh, traumaarts op de helikopter worden, dat leek me wel prachtig. <laughs> Alleen te bleken dat ik helemaal niet zo goed was in leren. <laughs> dus dat zat er niet in om uh, nou, geneeskunde te studeren of wat dan ook. Um, en toen ik een jaar of zestien was of zo, toen werd ik ziek. Ik had heel veel last van mijn botten. Echt groeipijn. Lag ik op bed. En toen ben ik veel gaan lezen in de Bijbel. En, en uh, podcast en YouTube video's uh, gaan kijken van een Bijbelleraar, David Paulsen. Een hele oude wijze man met een baard. En die zei, school maakt je slim. En dan kun je veel geld verdienen. Toen dacht ik, ah, oh, dat is niet voor mij dan. En toen zei hij... Het woord van God, de Bijbel, maakt je wijs en daarmee haal je het meest uit het leven. Dus dacht ik, nou ga ik daar maar een beetje op oriënteren. En daar wordt minder de vraag gesteld, wat wil je worden als je later groot bent. Maar veel meer de vraag, wie wil je zijn vanaf vandaag. Dus veel meer van een resultaatgerichte manier van leven naar een waardegedreven leven. Dus het resultaat van je leven is de uitkomst van de persoon die je bent. Volgens mij is het veel belangrijker dat ik ga ontdekken wie ik ben, in plaats van wat ik doe. Dus wat ik doe, komt voort uit wie ik ben. Dus dat is een praktisch ding. Ja, het hele praktische, als ik dit nog verder uitleed, is het, het durven stellen van echte vragen ook aan jezelf. Dus om dat steeds weer opnieuw te doen, dingen in twijfel durven trekken. Dat je niet per se anders meteen dichttimmert en, en vastslaat, maar dat je gewoon zegt. Ja, maar het zou het ook oprecht anders mogen of kunnen zijn. En dat je jezelf de ruimte gunt om dat te gaan ontdekken. Um, en en nou, de kerkelijke context kan je soms ook wel heel erg versmallen, waardoor je in een soort vacuüm komt. En ik denk, ja, maar laten we gewoon het echte gesprek voeren. Dus heel praktisch, ja, vragen stellen, waardig gedreven leven leiden, durven twijfelen. Dat zijn voor mij ook wel praktische dingen. Ja, er zit hier een wijsman man van 31 die, die wel heel erg juist dat. Uh, er weet toe te passen in het dagelijkse leven. Dus, dus los van noem het maar even het filosoferen of het ja. dieper denken, is dat wel iets wat je hebt ontdekt. Ja, voor mij is het dus dan ook doen. We praten erover, we denken erover, en dan gaan we het ook toepassen in de praktijk. En dat komt ook weer voort uit geloof zonder daden is levenloos. Er zit geen leven in. Dus als ik het alleen maar zeg. En alleen maar denk en het wordt niet zichtbaar door mijn handen in de wereld. Ja, wat is het dan waard? Dus als ik alleen maar nadenk over, ja, we moeten iets doen voor iemand die honger heeft. of ik ga erover nadenken, oh ja, het is belangrijk dat mensen die honger hebben, eten krijgen. Ja, dan verandert er niks in de situatie van de ander. Dus ik geloof heel erg in de koppeling tussen de binnen en de buitenwereld. Ik ervaar het van binnen en ik ga het nu toepassen in de praktijk. En, en is dat ontstaan toen je dus, dus zou ik zeggen, 16 was, want ik bedoel dat, dat is een tijd geleden, want ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je daar die ontwikkelingscurve uh, misschien pas eigenlijk pas vijf jaar geleden ontdekt hebt. Nou, dus dat bij mij een hoop bewijsdrang om de wereld te vertellen dat ik slim genoeg was, en dat lukte niet via school. Dus ik kon met mijn bewijslasten van school niet aantonen dat ik slim was. Terwijl, ja, je wil wel een soort van erkenning of erbij horen. Of het idee van, hallo, ik besta ook nog. En toen ben ik eigenlijk aan de hele praktische kant gewoon gaan compenseren. Ik ben gewoon heel veel gaan doen. Gewoon heel praktisch helpen in de lokale boekenhandel. Om de boeken te sorteren en te helpen met verkopen en vrijwilligerswerk doen. Ik heb jarenlang op een trapveldje gestaan om te sporten met de kinderen uit de wijk. Uh, om, ja, ook de kinderen die... Uh, niet de financiële middelen hadden vanuit hun gezinssituatie uh, om op sport te gaan. Dan dacht ik: Nou, gaan we gaan we met hun sporten. Dus vanuit de kerk en met een paar vrienden gingen we dan elke maand de wijk in om dingen te doen. Dus voor mij was het aan de ene kant de, de papieren weg, het papiertje halen. Nou, wat niet echt lekker ging voor mij. En aan de andere kant dacht ik: ja, Je kunt ook een track record opbouwen. Dus een soort van in de praktijk bewijzen dat je het kan. Dus toen ben ik gewoon heel veel gaan. Creëren, gewoon gaan, gaan doen. Is dat ook, zou dat ook een tip zijn van, van mensen die, die juist in de fase zitten, die nu ook luisteren, die denken wel van ja, ik ben ook niet zo'n zo held in de schoolbanken. ik weet ook eigenlijk niet goed wat ik met mijn leven wil? Dat kan zomaar ook iets zijn wat jij eigenlijk zegt, van dit zijn wel bepaalde stappen die jij eigenlijk in een 1, 2, 3 noemt. In de praktijk kun je wel heel snel ervaren wat. Dicht bij je eigen hart ligt, denk ik. En de praktijk is ook heel eerlijk. Het werkt wel, het werkt niet. De praktijk geeft je iedere keer kans om weer dingen opnieuw te doen. Als het niet is gelukt, nou, probeer je het nog een keer. Dus het geeft de hele tijd ook feedback. Dus ik, ik geloof heel erg in wat er van binnen leeft om dat te testen in, ja, in de praktijk. Dus ja, dat is, dat is een advies. Kijk, we, we leven wel. Uh, in een andere tijd. Wat, wat, wat ik soms wel een beetje vermoeiend vind. is hoe we steeds door de generaties heen dingen blijven overdragen. blijven projecteren. Terwijl de hele tijdsgeest verandert. maar we moeten het wel doen zoals de vorige generaties het hebben gedaan. En je komt iedere keer in een soort kurslijf wat niet lekker past en niet werkt. En daar komt zoveel druk en onzekerheid vandaan. dat ik. Ja, de, daarom probeer ik altijd te gaan naar. in welke tijd leven. wat, wat hebben wij te doen, zeg maar. Wat. Nou, wat vraagt deze tijd van ons? En er zit aan de ene kant iets heel praktisch. En aan de andere kant zit er ook nou, wel een stukje dat, dat nadenken. En dat filosoferen en met elkaar sparren over. Van, hey, wat, wat zijn de uitdagingen waar wij ook voor staan in onze generatie. En daar plannen voor maken. En doen. G Jesus, <laughs> Jesus Give Me, a give me Life. Yeah. Yeah. <laughs> van Roberto Rosso. Ik vroeg net even tijdens de muziek: hoe spreek ik dat uit, Joost? Hoe moet ik dat doen? En nou, zo is het dus. Een prachtig nummer weer van Roberto Rosso. En ook een keer in de uitzending geweest, toch, Joost? Ja. Ja, die hebben we hier ook al een keer gehad. Dus die kan je ook nog terugluisteren als je nu ja. thuis zit. En zegt, oh, daar wil ik ook wat meer over weten. Dan kan dat zeker. Ga dan even naar onze um, Spotify-lijst om um, daar de podcast terug te luisteren. Ja, Wildfate, de podcast. Wildfate, de podcast. Uh, in de uitzending hebben we nog steeds Jesse. En uh, Jesse is teamleider van, uh, van de Muscatlon. En heeft een boek geschreven, Een persoon van vrede. En uh, um, ik ben benieuwd, uh, Jesse, want je had het over uh, van nou, je ging echt heel veel doen in jouw uh, uh, hè? De school, was niet helemaal jouw ding. Dus je ging uh, heel veel doen. Wat merkte jij uh, qua uh, talent? Had jij, merkte je wel van, hey, ik, uh, ik ben hier heel goed in, of uh, dit, kan ik, <laughs> dit kan ik wel echt doen? Nou, ik zeg altijd: ik ben nergens echt goed in, maar ik kan alles een beetje. Hmm. En dat was ook weer heel verwarrend. Dat ik dacht, ja, ik blink nergens in uit. Ik kan wel een beetje voetballen, maar ik ben niet de beste of zo. Ik kan wel uh, iets muzikaal, ik kan wel een beetje piano en gitaar spelen. Maar ja, niet, niet per se dat mensen daar een kaartje voor gaan kopen. Weet je wel. Dus ik had heel veel verschillende dingen die ik uh, ja, super interessant vond en, en ook wilde ontdekken. En ik merkte ook bij mezelf, ja, ik blink nergens in uit. En op een gegeven moment realiseerde ik me, ja, misschien is dat gewoon mijn ding. Dat ik. Uh, Niks echt heel goed kan, maar alles een beetje. En, en, en dat helpt wel met verbinden. Dus dat je daardoor heel makkelijk connectie kunt maken met andere mensen. Omdat, ja, bre brede interesse en uh, ja. veel dingen leuk vinden. Dus zet je op een verjaardag naast iemand en je hebt altijd een praatje. Ja, dus als iemand, uh, ja, bij zo'n spreken zegt van ja, ik uh, ben helemaal gek van voetballen, nou dan weet ik wel dat er een eredivisie is en dat er teams zijn en dat <laughs> hoe het spelletje werkt, ik, ja, dat soort dingen. Ja. Als iemand zegt, ja, ik heb heel veel liefde voor muziek, nou, dan, ze begint over een viool, dan weet ik wel hoe een viool eruit ziet en dan, ja. het is misschien wel heel kort door de bocht. maar er zijn wel veel dingen waar ik me in heb geïnteresseerd en en ook heb geprobeerd dan in de praktijk. En de meeste dingen komen dan wel uit in sport. Dus als het gaat over de plek waar ik het meeste voor mezelf heb ontwikkeld. In iets wat ik goed kan. Dus ook zeggen van alle dingen die ik kan. Ben ik denk in sporten dan wel van de dingen die ik kan het best. Uh, heb je, heb je een, een, af, een opleiding afgemaakt? Ik heb uh, een opleiding afgemaakt in Hilversum, sport en bewegen. Maar niet op de manier zoals dat uh, volgens het boekje moest. Uh, en ik volg nu een opleiding die ik ook af hoop te maken. Ja, maar dat, dat duurt nog even. Dus ik uh, doe de opleiding tot therapeut, psychosociale therapeut. Bij het Boswijk Instituut in Doorn. Ja, uh, fantastisch mooi. Dus ik ben eigenlijk weer een soort van terug naar school. Ja. ja, en hoe is dat nou? Want je zei al van, nou, school is niet echt helemaal mijn ding. Uh, ja, maar blijft, ik kan wel goed leren. Blijft, ja. Alleen dus de manier waarop het door school werd gepresenteerd. Ja, dat kan uh, heel anders zijn natuurlijk. Ik hè? interpreteer dat allemaal gewoon niet op de manier zoals het hoorde. Nee. Dus ik begrijp het lezen was voor mij... Uh, <laughs> Onbegrijpend lezen zeg maar. <laughs> Juist, ja. ja. Hey, maar jij, praat, jij spreekt voor jouw werk nu ook heel veel voor groepen, zeg maar. Klopt. Was dat iets wat jij vroeger ook al gewoon heel makkelijk kon? Dat jij voor een grote groep ging staan en zegt, nou. Nou, dat denk ik. Ik was niet verlegen als kind, uh, maar ik weet nog wel dat ik in groep 8 een uh, presentatie ging doen over mijn schilpad. Uh, en dat, dat die presentatie gewoon een 5,5 kreeg, zeg maar. Dus uh, mm -hmm. het heeft er niet altijd in gezeten. Wat dat betreft is spreekvaardigheid en spreken voor groepen is wel iets door jaar, dat door de jaren heen is ontwikkeld. Ja. Maar ook dat is wel een soort worsteling geweest. Het is dus niet dat je denkt van. Uh... Dat komt het komt je helemaal aanwaaien. En dat lijkt soms zo als je dan op een podium staat en mensen zeggen: Oh, dat gaat je makkelijk af. Ja, maar je weet niet dat ik tien jaar lang krom heb gestaan in de coulissen zeg maar, van de pijn in mijn rug en de spanning in mijn lijf, omdat ik bang was voor wat mensen ervan zouden vinden. Zeg maar. Dus mensen zien aan de voorkant, ze dus zien niet de achterkant. Ja. Dus voor mij om iedere keer weer het te doen, ja, kost ook mega veel moeite en energie. Ja, heb jij dat ook eigenlijk, Joost? Want jij, jij geeft ook wel veel training in jouw werk. En je, ja. je spreekt ook veel voor mensen. Ja, dat herken klopt je wel. dat? Ik, ik heb ook niet uh, inderdaad daar nou per definitie om gevraagd. Kijk, we zitten nu achter een microfoon. Maar dat is in een kleine klein verband, eigenlijk. Terwijl ja. duizenden mensen uh, nu al licht zitten te luisteren of het sowieso kunnen horen. Maar ik heb wel een beetje die spanning die jullie. Jess. Uh, dat is natuurlijk voor ieder eigen, maar wel gewoon dat ik echt denk: van ja, maar wat als de, 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 de boodschap niet landt? Mm -hmm. Hè? Of wat als het uh, uh, niet overkomt van wat ik eigenlijk wil uh, delen, omdat ik daarvoor gevraagd ben. Dus er wordt, eigenlijk is er al iemand die vertrouwen in je heeft. En dan moet je soms even terugbrengen naar die ene. Dat je in ieder geval, en vaak, niet altijd, maar vaak zitten bijvoorbeeld dat soort mensen wel voor aan. Dan denk je, oh, ik ga het jou vertellen. Mm. En dan ondertussen ben je eigenlijk het vergeten wie allemaal er, er nog meer in die zaal zitten. Ja. En dan kan het dus om, uh, om om tien gaan, om twintig of om tienduizend. Dat maakt het dan niet meer uit. Mm. Want dan ben je zo gefocust op één hey, maar. Ik, ik zie daar wat, en je probeert ook wel. En dat is in sommige zalen wel lastig, dat je. als je tegenlicht hebt, dan kun je dus niet goed zien wat de reacties van mensen zijn. En ja, dat is allemaal gapend en. Uh, uh, en niet geïnteresseerd zitten te kijken. En ja, dan weet je ook dat je het moet omgooien. Hm. Maar, maar. Ja, ik zeggen, dan, dan hoop je ook dat dat wel ook weer iemand is te achteraf die zegt, van, ja, weet je, je was een beetje te langdradig of het was te, te, te moeilijk of te complex om te begrijpen voor, de, voor iedereen. En daar moet je van leren en dat is wel mooi wat Jesse ook uh, zegt. Dat is uh, gewoon vallen en opstaan en denken, ja. oké, okay, nou, dan moet ik dat een beetje aanpassen voor mezelf. En De laatste drie jaar is de angst weg. Ja, dus dat is wel, ik heb wel de spanning als voor een wedstrijd. Hè, van ja, uh, het is uh, gaaf en ik heb er zin in. Uh, maar ik kwam er wel achter dat mijn angst zat in het feit dat ik, dus weer niet goed genoeg of niet slim genoeg was. Mm. Dus dat eigenlijk he hele diepe onzekerheid. Uh, en dat heb ik ook niet altijd op die manier doorgehad. Ik dacht nee. van ja, dit is gewoon, ja, het kost gewoon moeite en het is gewoon strijd. Ja. Terwijl uh, ja, toch nog heel veel identiteit ook Ontleend aan wat andere mensen allemaal van mij vinden. Ja. En dat is wel iets minder hoor, gelukkig. Nou ja, goed, ik wou net zeggen: want uh, als je dan ook zelfs nog het voor elkaar krijgt om een boek te schrijven, waar uh, 5000 uh, exemplaren van worden gedrukt, dan heb je toch ook wel een uh, stukje zekerheid nodig. Daar gaan we twee uur meer over uh, horen, uh, Jesse. Uh, we gaan er even uit, zoals Marijke mij uh, regelmatig quote voor de plichtplegingen. Want het station moet blijven draaien. Dus we zijn zo met je terug uh, om verder in gesprek te gaan met, uh, met Jesse van Mellen, hier bij Waltfeet op uh, Wild FM. Jesus Culture met Your Love Never Fails hier op uh, Wild FM in het tweede uur van Wild Fate. Goedenavond, leuk dat je luistert of misschien uh, nog steeds luistert. Dat hoop ik eigenlijk, want dan weet je dat we met uh, Jesse van Melle in gesprek zijn. En uh, ja, naast dat hij... Uh, Auteur is van zijn eigen boek. Uh, ja, daar gaan we nu straks meer over horen. Is hij ook teamleider van de, van de Muscatlon? En hij vertelde eigenlijk heel praktisch wat dat inhoudt, dat werken om uh, ja, je daarvoor in te zetten. En hij vertelde ook eigenlijk dat hij echt vanuit zijn praktische kant van zijn leven, wat hij heeft meegekregen vanuit zijn opvoeding, vanuit zijn, uh, vanuit zijn kerkelijke achtergrond, maar ook vanuit juist misschien ook wel zijn eigen persoon van wie hij is, hoe God hem gemaakt heeft, want dat heeft die denk ik ook mooi benadrukt. Van gewoon gaan en doen. En zo kun je ook juist heel mooi die praktijk. Tegenover die theorie in balans brengen. Want hij is niet de persoon die direct de, de hoge opleidingen heeft of de mooie opleidingen. maar wel juist die praktijkervaring meebrengt in het werk wat hij nu mag doen. maar dat ook laat zien in hoe hij zijn boek heeft geschreven. en ja, ik denk ook wel in de voorbeelden die hij het eerste uur heeft gegeven. Heb je die nou gemist? Geen probleem. Morgen staat de podcast online en dan kan je gewoon terugluisteren. Want dan kan je dat natuurlijk nog een keer luisteren. Wil je hem nou volledig hebben met de muziek en al? Ga dan lekker zondagavond tussen 8 en 10. Want dan. Wordt deze uitzending nog een keer herhaald hier op Walter op Femme luisteren? Maar het uh, tweede uur is uh, altijd voor ons. De tijd van de tijdmachine. En die ga ik uh, eventjes opstarten. En ben jij er klaar voor? Ik wel, want ik weet dat uh, uh, Jesse ons meegaat nemen naar het Nieuwe Testament. En uh, dat is namelijk van een van zijn discipelen. Dat was een van de mede-toehoorders, ja, kijkers, doeners van Jezus. Uh, uh, die uh, meeging tijdens Jezus zijn leven hier op aarde. En hij gaat iets van zijn getuigenverslag vertellen. Laat eens weten, Jesse, waar neem jij ons mee naartoe? Ja, het is altijd leuk om mensen mee te mogen nemen naar de oudheid. Ik heb geen Bijbel bij me, maar ik ga zo goed mogelijk Joost verwoorden hoe het in mijn gedachten zit. Ik neem jullie mee naar het boek wat geschreven is door Lucas. De Bijbel is een verzameling van 66 boeken. En een van die boeken is het boek van Lucas, waarin hij verslag doet van nou, zijn ervaring met Jezus. En verwoordt hij de dingen die hij heeft gehoord. Um, en een van de verhalen die opgetekend staat... die staat dus in het tiende hoofdstuk... en die gaat over de barmhartige Samaritaan. En dat is een verhaal die mij eindeloos inspireert... en ook iedere keer weer drijft om barmhartigheid uit te leven. En dat begint eigenlijk met een vraag van een leraar... een wetgeleerde, een fariseer uit die tijd. Dat waren ja, mensen die de Bijbel goed kenden. Vooral het Oude Testament. Het Nieuwe Testament was het toen nog niet. Het Oude Testament... En ze stelden de vraag: van, Wat moeten we doen om het eeuwige leven te krijgen, om eeuwig te leven? En toen antwoordde Jezus met: Heb de Heer God lief, met uw hart, met uw ziel, met uw verstand en met al uw kracht. En heb uw naaste lief als uzelf. Dat was eigenlijk het antwoord. En toen wilden ze Jezus een soort van een hak zetten of een beetje op het verkeerde spoor brengen. En toen vroeg ze: Ja, maar wie is dan mijn naaste? En dan is Jezus zo geniaal, dan geeft hij niet. Eén zin of één les, dan begint hij met het vertellen van een verhaal. En als mensen zijn uh, we gek op verhalen, die helpen ons om dingen beter te begrijpen. En hij zegt, er was eens een man, en die was onderweg van Jeruzalem naar Jericho. En onderweg werd hij overvallen door rovers, die hem de kleren uittrokken, hem mishandelden en hem halfdood achterlieten. Dat is een best wel indrukwekkende inleiding voor het verhaal wat hij gaat vertellen. En dan gaat Jezus verder met zijn verhaal. Op het moment dat die man daar ligt, vertelde Jezus dat er een priester langs kwam. Een man die God kent, die het morele kompas van het leven begrijpt. En die ziet het slachtoffer liggen en die besluit om er met een boog omheen te lopen. Geen prioriteit. Dus je ziet iemand die is halfnaakt, die is geslagen, die ligt op de grond en loopt omheen. Priesters kunnen goed bidden. En dat blijkt ook uit het verhaal, want Jezus gaat door met vertellen. En er komt een lefiet langs. En de lefiet is eigenlijk ook iemand die net als de priester begrijpt. Dat hij om moet zien naar zijn naaste. Dat hij wat moet doen voor een ander in nood. En ook de lefiet die gaat met een boog eromheen. Die, die bewaart afstand. En die, die wil zich niet associëren met het slachtoffer van de rovers. En, en hij loopt eropheen. En dan vertelt hij Jezus over een derde persoon. En dat was een Samaritaan echter. Die op reis was. Zag het slachtoffer liggen. En dan één. Hij kreeg medelijden. Hij ging op de man af en hij verzorgde de wonden met olie en met wijn. En hij zette het op zijn eigen rijdier en hij bracht het naar een logement, naar een herberg, een veilige plek. Zodat daar iemand verder voor hem kon zorgen. En hij zegt, ik ga nu even weg, maar er komt een dag en dan kom ik uh, kijken hoe het met je is. En als er nog iets betaald moet worden of er moet nog iets rechtgezet worden, dan zal ik dat op mijn terugreis vergoeden. En dan vraagt Jezus, en wie is de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En dan zeggen de mensen, de Samaritaan. En dan de zin, doe dan voortaan zo. Just do it. We kennen hem van Nike, maar Jezus was echt eerder. Die zei: doe het dan. Dus als je medelijden krijgt, blijf er niet op een afstand, maar kom dichtbij. En help, doe het. Dat verhaal uh, inspireert mij. Guardian van Ben Kentelon. En uh, nou, we willen eerst even tegen je zeggen nog: als jij, uh, want je hebt net naar de tijdmachine geluisterd. Als je zegt: hé, hey, ik heb geen Bijbel. Uh, ik ben er wel in geïnteresseerd. Ik zou het wel willen lezen. Ik ben benieuwd naar de verhalen die erin staan. Zoals het verhaal van de barmhartige Samaritaan... waar, de, waar de, uh, Jesse ons over vertelde. Uh, stuur gewoon even een mail. studio.twr.nl Wij hebben een uh, hele stapel bijbels. Dus uh, vraag te gerust eentje aan. Gewoon even een mailtje: studio.twr.nl uh, uh, Met je contactgegevens. En je krijgt van ons een bijbel. Gratis en voor niks. Gewoon doen, zeggen wij. Hey Jesse, jij vertelde net over, de, uh, ja, over die, uh, dat verhaal. De barmhartige Samaritaan. Um, allereerste vraag, waarom denk je dat Jezus eigenlijk zoveel verhalen vertelde? Want dit is echt één verhaal van de vele hmm. verhalen. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Ja, die kan je vanuit heel veel verschillende hoeken uitleggen. Ik weet het niet. Kijk, ik ben sowieso Jezus niet. Uh, wat ik wel geloof is dat hij... Een meester was in de communicatie, dat hij echt probeerde om aan te sluiten bij de belevingswereld van, van mensen. Dus als je kunt spreken tot de verbeelding, dan kunnen mensen het ook zelf een beetje zien. En als je het ziet, dan is het ook makkelijker om het te overzien. En dat kan gewoon het beste met verhalen. Dus op het moment dat je tot de verbeelding spreekt, dan kunnen mensen het gewoon goed onthouden. Ja. Um, ja. En waarom heb jij nou dit verhaal juist uitgekozen? Want als ik het een beetje zo luister... zetten zij ook wel een beetje de, 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 de christenen... de mensen die juist geloven een beetje te kakken. Waarom juist <laughs> dit verhaal? Ja, die worden wel iets op scherp gezet. Dat klopt, ja. Ja, ja maar er zit een, dus een discrepantie... of er zit gewoon tussen wat je gelooft en wat je doet... zit gewoon een verschil. Dus naar de kerk gaan en geloven in God... betekent dan niet per se dat je wat doet voor je naasten. En... Um, en om een klein, klein voorschot te geven dan op het boek, is dat ik in het slavenfort ben geweest in Elmina in Ghana. En in dat fort was een kerk. En daar kwamen gelovigen bij elkaar om te zingen en een Bijbel te lezen en om een preek te horen. En onder de planken van de kerk was het slavenvertrek van de vrouwen. En, en als je daar staat, dan, ja, dan kan je inbeelden dat het geluid van de vrouwen gewoon door de plinten van de uh, kerk heen kwam. En wat er dan werd gezegd door de dominee, als die, die vrouwen hoorden schreeuwen, zeiden jullie moeten harder zingen, zodat je het geschreeuw niet hoort. Dus als het gaat over het verhaal van de Samaritaan, zo, zo voelt het dan een beetje. Van, ja, ik, ik wil niet een leven leiden waarin ik kerkjes speel, of dat mijn geloof een toneelstukje is. Maar dat mensen aan de manier waarop ik leef, kunnen zien wat ik geloof. En, en dat wordt zo haarscherp zichtbaar in het verhaal van de Samaritaan. Want de Samaritaan was van de drie het minst voor de hand liggend om te helpen. En dan moet ik helemaal de, de context gaan uitleggen, maar vertrouwen maar dat hij de, degene was van wie niemand het verwachtte, en hij deed het wel. En nee, ja, laat mij dan nou maar gewoon de persoon zijn waar mensen aan denken van, oh, yes, is iemand die het wel doet. Yes. Juist. Ja. ja. Hey, waarom besloot jij ook? Want je zei het net al, je hebt een boek geschreven, persoon van vrede. Waarom besloot jij om, uh, om uh, nou, dit verhaal, hè, wat je vertelde van gaan, staat ook onder andere in je boek. Mm -hmm. uh, waarom besloot je dat op te schrijven? Nou, in 2019 vroeg uh, mijn toen leidinggevende. Nou, hij zei het meer. Van uh, nu je teamleider bent van de Muscatlon... Is het belangrijk dat je een boek gaat schrijven over gerechtigheid. Want een boek reikt ook gewoon verder dan het podium. En interviews en weet ik het allemaal. Dus er moet een boek komen. Maar goed, uh, sowieso moet je een spreker niet laten schrijven, denk ik. Er is er niet voor de hand liggend. En ja, ik was niet zo goed op school. Dus voor mij was het heel apart om dan te horen te krijgen. Van, je gaat een boek schrijven. Dat, dat paste niet helemaal in mijn beeld van mezelf en op een of andere manier bleef het toch een beetje kleven ja. en toen heb ik jarenlang heb ik dingen opgeschreven die uiteindelijk in het archief zijn beland over hoe we de wereld moeten veranderen en hoe we recht moeten brengen en eigenlijk in 2022 kwam ik tot de conclusie dat ik niet een boek over recht moest schrijven maar dat het veel zinvoller zou zijn om een boek te schrijven over vrede en de hypothese van het boek is vrede is de vruchtbare grond waarop alle goede dingen van het leven kunnen groeien dus eerst vrede en daarna al die andere dingen. Ja, neem ons een beetje mee in, want je hebt best wel een bijzonder boek geschreven, um, uh, tenminste gewoon anders opgesteld dan andere, andere boeken. Neem ons even mee. Hoe, hoe is het boek opgebouwd en waarom heb je dat zo geschreven? Zo, ja. Dat zijn de grote vragen. Zeker. Zeker. Mag ik je vragen wat dan anders is aan het boek? Je hebt een hoop boeken gelezen. <laughs> nou, jij. Um... Jij neemt de mensen, de lezers, neem je mee naar verschillende plekken die belangrijk voor je zijn geweest. Mm -hmm. Nou, dat, dat is misschien nog niet eens het bijzondere in het boek, maar je neemt iemand mee. Misschien kan je daar iets over vertellen. Ja, ja dus een persoon van vrede is een boek waarin ik je meeneem naar negen plekken op onze wereld. Naar een specifieke locatie die ons iets leren over vrede. Dus elk hoofdstuk zit een soort van les over vrede. En op de reis die we gaan maken, van Ghana naar uiteindelijk de bron van de Nijl in Oeganda, uh, heb ik een vriend uitgenodigd. En ik, ik zeg over hem: hij is alles voor mij. Uh, en, en door de eeuw heen heeft hij heel veel verschillende namen gekregen. Sommigen noemen hem liefde, anderen noemen hem de meester. Er zijn zelfs mensen die hem de weg van het leven noemen. Waarbij zijn geboorte kreeg hij de naam Immanuel. En dus zo noemen wij hem. En Immanuel betekent God met ons. Uh, later in het boek ontvouwt Emmanuel's heel kort als Jezus van Nazareth. Dat is eigenlijk een van de weinige momenten waarin ik praat over Jezus in het boek, omdat hij als reisgenoot Emmanuel heet. De God die niet op afstand is gebleven, maar eigenlijk altijd bij ons is. En, en je ziet eigenlijk in, in het optrekken met Emmanuel dat er geen plek is waar jij kunt komen op deze wereld, waar hij niet met jou is. Hij, hij is er altijd bij. Dus ik schrijf over mijn echte ervaring op die plek. En in de verbeelding heb ik in Mani wat erbij geschreven. En jij gaat ook mee. Dus je, je beleeft en je voelt en je ziet van alles op de reis die we met z'n drieën maken. Ja, je wordt echt meegetrokken in het boek. Dat merkte ik wel. Ik denk dat jij hem ook wel even een keertje moet lezen, Joost. Ik denk dat het wel een uh, mooi boek is. Uh, Oké, nou, goed. In, ja. in die stapel. Uh, die kan hebben liggen, uh, ja, Joost. <laughs> ja, ik, maar, heb, uh, ik, ik heb niet zo'n lees uh, uh, scope als. Uh, maar hou je als van je Netflix, heeft, uh, Joost. Wat zei je? Hou je van Netflix? Uh, nee. Kijk je echt... makkelijker dan dat je leest? Uh, nee, ik luister. Dus heb je ook oh. een podcast ervan? Die zijn we nu aan het opnemen, Joost. Ja, nou, kijk eens aan. Nee, want Dan ben <laughs> ik serieus. Want ik ben helemaal niet een. Uh, ik nee. ben wel een lezer, maar. Uh, ja, alleen uh, niet, niet zoveel. En ik heb serieus echt nog zes of zeven boeken liggen die. Ja. Die ook nog gaan lezen. Ja. Die, moet, die moeten op. niet, maar die komt wel. En dan, ja, Netflix. Want je wou zeggen, je hebt ook al een uh, TV-serie. Nee, gemaakt? maar ik, zeg, ik heb hem zo geschreven alsof, alsof het een Netflix-serie is van negen afleveringen. van 15 minuten oh. per oh. aflevering. Serieus? Dus ik, ik heb okay. geprobeerd om hem zo in de dat het zo makkelijk leest. en zo tot de verbeelding. Dat, dat je het idee hebt dat je het allemaal ziet. Ah, kijk, ja, is dat, is, uh, dat is wel heel visueel geschreven. Dat is wel heel Klap. bijzonder. Dat is misschien ook wel uh, wat Marijke net ook zei. Ik ben uh, heel benieuwd wat we nog meer zo meteen uh, van het boek uh, kunnen gaan leren. Elevation Worship met Lion hier bij Walt. FM. met Walt Veet op de woensdagavond. Leuk dat je luistert. We zijn in gesprek met Jesse van Melle. En uh, ja, het eerste uur hebben we uitgebreid even een beetje stilgestaan bij de vorming eigenlijk van wie hij nu is. En vandaag de dag uh, ja, zijn mooie werk mag doen, maar ook gewoon de persoon die hij is. En daar uh, ja, hoorde onder andere een uitdaging bij van, uh, van: schrijf eens even een boek, want dat hmm. is heel goed. Om, uh, om de zaken te, nou ja, te reflecteren. En toen zei Jesse, nou Bart, ik ben niet echt iemand die. Uh, Per definitie een boekenschrijver wil worden dat ambieert. Maar toch, er is een boek uitgekomen, een persoon van vrede. En jij zei net al tegen mij van, uh, nou ja, als je uh, ja, graag makkelijk wil lezen, dan is dit misschien wel dé opstap om uh, de boekenstapel snel naar beneden te krijgen. Maar dat is dan ook met een reden. Is dat omdat je die praktische inslag juist ook daardoor wilde doorvoeren, Jesse? Sowieso wordt er steeds minder gelezen überhaupt door de Nederlandse bevolking en ook door jongeren. Uh, TikTok-filmpjes worden soms minder dan een seconde bekeken. En dan gaan ze naar de volgende. Dus, hoe hou je iemand spanningsboog vast? Dus ik heb geprobeerd om een beetje in de tijdsgeest van nu een boek te schrijven die helemaal in de verbeelding zit, die heel uh, compact is. Dus elk hoofdstuk duurt 15 tot 20 minuten. Je, je rond een land af in een locatie. Dus het voelt ook alsof je bezig bent met een soort checklist. of een reisschema afwerken. Er zitten ook wel een paar dingen in die jou echt helpen om het boek uit te gaan lezen. Dus ik heb bijvoorbeeld onderzoek gedaan. en dan moet ik eerlijk zijn: de vormgever heeft onderzoek gedaan. naar het lettertype wat het makkelijkst leest. Dus waar je het minst moe van wordt. Dus niet waar je het makkelijkst ah. van leest. maar wat het minst vermoeiend is. En omdat het wel een. Een boek is, heb je wel de voordelen. Hè? Dus dat je van het lezen, is, je wordt wel meer gefocust, je komt wat meer in de rust. Uh, de, dus het, het helpt je wel echt om niet een Netflix-serie echt te kijken, maar om dan te lezen. Dus het is ook ja. goed voor je brein. Ah, je, je, hebt, je hebt zelf ook uh, aangegeven dat ik heb eigenlijk het boek afgeschreven uh, uh, maar daar ben ik even dan benieuwd naar, van is dat al, was dat de laatste drie pagina's, maar misschien juist wel het hele boek zelf in, uh, in Jinja, in Oeganda, uh, in op een prachtige plek. Klopt. Uh, maar is dat, was het ook bewust voor je? Of was het eigenlijk om hier de, de hectiek, de drukte te ontvluchten en naar een mooie plek te gaan om daar de, de start te hebben? Ja, ik ging sowieso al naar Oeganda voor een project. En toen heb ik besloten om een week langer te blijven. Um, dus ook in, in, in de stilte, als je dan nadenkt en bidt. had ik ook echt het idee dat die plek bij de Bron van de Nijl me iets zou brengen. Een soort inzicht wat ik nodig zou hebben. eigenlijk op mijn quest om het boek te maken. En ik hou heel erg van de geografie en wat plekken je ook kunnen leren. Dus om bij de Bron van de Nijl te zitten was, was iets heel bijzonders. En daar is een conferentiecentrumpje. Dat heet Motomoyoni. En daar is een, uh, een Nederlandse vrouw, die is de eigenaar van. En daar ben ik een week naartoe gegaan. En zij organiseert Vader Hart van God conferenties. Eigenlijk over het hart van de schepper. Uh, en hoe hij dan een vader is voor de schepping. Bij de bron van de Nijl. En, en vanuit die plek, om, om een soort van inzicht te krijgen. Hoe werkt een bron nou? En hoe eindeloos is die bron? Daarmee kwam een soort klik op. Ja, die Vader, die God, is die eindeloze bron van het leven. En toen vanuit die plek heb ik eigenlijk de hele lijn geschreven voor het boek. Daarna ben ik een jaar lang gaan schrijven op heel veel Ook in Rome, dat is een hoofdstuk die is bij het Colosseum in Rome. Ben ik samen met een vriend naar Rome toegegaan om daar een weekend te schrijven. Hij aan zijn boek en ik aan die van mij. Uh, en zo ben ik op heel veel verschillende plekken geweest om te schrijven. Ik, ik hoor wel, uh, uh, voor mij doen is uh, dat, dat je erbij moet horen. Um, uh, uh, dan moet je een boek hebben geschreven. Is dat ook, was dat ook een beetje, Ja, zou ik maar zeggen, de drive wat, wat jouw uh, leidinggevende toen zei? Ja, je moet dan ook een boek gaan schrijven. Maar dat is misschien wel omdat hij zelf heel veel boeken had geschreven. en dat, uh, wil, dat hij wil dat iedereen een boek gaat schrijven. Of heeft dat nou een bepaalde, ik denk het maar wel, betekenis. Of misschien wel een invulling in, ja, toch wel uiteindelijk gedachten... Niet van jezelf, maar misschien ook wel deels van jezelf en deels van God eigenlijk vast te leggen. Ik, zo, ik wil ja. niet zeggen een, een extra Bijbelboek, want dat, mag, dat ja. kan gewoon niet. Maar wel gewoon meer van een stempel drukken specifiek. Ja, dat is wel mooi, want uh, jij zegt dat mag niet. En ik was in Israël in de tuin van Gethsemane. Uh, en toen ontmoette ik brother Diego. Dat is de, de, de priester, zeg maar, die daar uh, ook de tuin zo verzorgt. En hij zei, jij, jij gaat een evangelie schrijven. Het evangelie van Jesse. Ja, ik vond dat een soort van godslastering, want dat kan niet. Hij zegt: Een evangelie is het goede nieuws wat jij te vertellen hebt over Jezus. En dan zeg je: ja, Dit is mijn goede nieuws wat ik wil vertellen over Jezus en mijn relatie met Hem. Dus ja, ergens is er toch een soort van goede boodschap, een soort evangelie door mij opgeschreven. Dus ik ben niet ooggetuige geweest van het leven van Jezus, maar ik heb wel een ervaring en, en een beleving met Hem. En dat staat nu op papier. Ja, het, het is verzilverd met inkt, zeg maar. En dat is wel heel kostbaar. Dus het, het geeft ook wel iets uh, in handen. Ik heb nooit uh, het diploma behaald wat ik wilde. Maar met het, met het afmaken van het boek voelde wel. Oh, ik heb een soort van. toch een scriptie afgerond of zo. Ik heb iets. Gevat van de afgelopen tien jaar in, in iets heel tastbaars. Nou, dat was wel fijn. Ja, ja als, als, het ging, als het gaat over iets tastbaars. Ik bedoel, ik heb het boek even vastgehouden hoor. Dus ik heb de <laughs> achterkant gelezen. Hè. Want Marijke had hem al die had hem, uh, die had hem meegenomen, die heeft hem gelezen. Ook natuurlijk ter voorbereiding van het gesprek. Maar toen voelde ik het boek aan de voorkant. Toen dacht ik wel: hé, hey, maar dit is letterlijk en figuurlijk tastbaar. Dit is geen gladde kaft. Nee, ik voel wat. Ja, klopt. Is dat ook een bewuste keus geweest om zo op deze manier eigenlijk ook bezig te zijn met de vriend, met een hoofdletter die, uh, die meegaat op reis? Nou, ik, tastbaar ik, te maken. Ik, ik vind het echt sowieso heel leuk dat je naar vraagt, want uh, eigenlijk krijg ik nooit de kans om daar iets over te vertellen. Het gaat over de inhoud en niet per se over de vormgeving. Uh, maar de, het is een soft touch. Dus op het moment dat je hem vastpakt, voelt hij al anders. En uh, mijn naam staat niet op de voorkant van het boek. Dat ik ze ja, uiteindelijk wil je gewoon een persoon van vrede zien en niet Jesse van Mellen. Dus ik zit wel in het boek, maar ja, het gaat niet per se over mij. En een persoon van vrede heb ik dan dik gedrukt met spot-UV. Maar er zit een soort glanslaagje overheen. Dat als dan de zon erop schijnt of licht, dan gaat het een beetje schitteren. Dus je hebt een soft touch en een schittering op het moment dat je het boek vastpakt. En op het moment dat je het boek dichterbij ziet, dan zie je eigenlijk alle afbeeldingen van de verschillende hoofdstukken, zie je al ingeprint achter de persoon van vrede. Dus de hele reis. Op een afstand kun je alleen de persoon zien. En als je hem dichtbij haalt, dan zie je dus de tuin van Gethsemane de bron van de Nel, en het slaven Voort en in de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Dus daarin heb ik wel echt mijn best gedaan om iets te bedenken. En gelukkig heb ik heel veel mensen die me hebben geholpen om het vorm te geven. En aan de binnenkant van het boek heb je verschillende kleuren. Dus je hebt zwart, dat is wat ik zeg en schrijf. En wanneer het overgaat in het groen, dan is Emmanuel aan het woord. En in hoofdstuk 7 ontmoet je uh, ja, eigenlijk een mysterieus persoon. Ik noem haar Ruach. De adem van het leven. Maar goed, als je daar nieuwsgierig naar bent, moet je maar gewoon het boek uh, kopen en lezen. Ja, want uh, sowieso, uh, we zijn nog niet aan het einde van de uitzending, maar uh, het boek is te krijgen via jou zelf, uh, via jouw website. Ja, ik kan bij de lokale boekenwinkel altijd even vragen of ze hem hebben of voor je kunnen bestellen, of via gewoon uh, Ja, ja. Ik ben heel benieuwd wat je nog meer eigenlijk in inhoud heeft te vertellen. Maar ik vind het wel gaaf dat ik een eigenlijk ook een vraag heb gesteld die inderdaad juist over die cover gaat. En hoe ja. je mooi dat ook vertelt. Ik zie je daar helemaal bij stralen. Dus ja, wat dat er klopt, gaat ja. is, is een prachtige Goeie exemplaar. Vraag, Deze kan bij door Heelsung Jong. Welkom terug bij Weldveld op uh, WeldFM. We praten nog steeds met Jesse van Bellen. En uh, Jesse, ik was eigenlijk nog wel eens benieuwd hè, over je boek. Daar praten we over. Persoon van Vrede. Je hebt net echt superveel verteld over de vormgeving en de layout. Waar je heel erg blij van werd. Um, ik was wel nog benieuwd, zeg maar. Is er iets in jouw boek. wat jij. Uh, of een van de plekken. of een van de verhalen. die jou zelf ook echt het meest hebben geïnspireerd. of wat jij zelf echt het mooiste vond om op te schrijven. of misschien iets wat je het moeilijkst vond om op te schrijven. Die laatste is redelijk makkelijk te beantwoorden. Dat is namelijk het vijfde hoofdstuk. En uh, dan bezoeken we een ziekenhuis in Tanzania. En ik was daar een paar jaar geleden. Uh, en elke keer viel de stroom uit, ook van het ziekenhuis. En dus er was een uh, ja, noodgenerator die ook slecht was. En eigenlijk op dagelijkse basis stierf er mensen omdat er gewoon geen elektriciteit was. En ik was op de. Op de een afdeling waar pasgeboren baby's lagen. En het begin van de dag lagen er zeven. En aan het eind van de dag lagen er vier. Omdat er werd gewoon onvoldoende gefaciliteerd in zorg. Dus je merkt gewoon aan het ziekenhuis. Ja, het heeft gewoon niet de middelen en de zorg wat het nodig heeft. En, en niet alleen met elektriciteit, maar ook met andere dingen. En op een gegeven moment ging mijn telefoon. Want uh, vrienden van mijn ouders die werken daar, hij is chirurg En ze belden mij. En ik was daar op bezoek. En ik zat in huis. En ze belde yes. Ik wil dat je naar het ziekenhuis komt. Want ik wil dat je het ziet. En toen zei ik dat ik, je, dat ik wat zie. En toen zei ze: De reanimatie. Uh, ik zei: De reanimatie van wie? zei ze: Van een baby van negen maanden oud. Dus ben ik naar het ziekenhuis gerend om gewoon daarbij te zijn. Om een soort ooggetuige te zijn van wat daar gebeurt. Om ook dat soort verhalen weer mee naar Nederland te nemen. Om te zeggen: van, hey, Kunnen we niet gewoon ook helpen, weet je? Over een afstand heen. Om ervoor te zorgen dat de omstandigheden beter worden. En toen ik daar was, toen werd de uh, baby gereanimeerd met een soort handpomp. En daarna moest het in een uh, ambulance van 33 jaar oud en dan nog wel uren rijden. Ja, de kans van overleven was super klein. En, en ik sta er te kijken en ik zie het monitortje en in één keer komt er een flatline en sterft de baby. Ja, en in hoofdstuk 5 beschrijf ik dat ik niet als enige naar dat ziekenhuis ga, maar dat Emmanuel ook meegaat. Dus we worden gebeld en we rennen naar het ziekenhuis en we staan te kijken en... En dat ik gewoon aan het bidden ben. En maken, naar God. En ik zeg: God, red, red dit kind. Zeg maar. uh, zorg dat het blijft leven. En als je God bent, dan moet u dat toch kunnen. En de baby sterft. Nou, dan gaan we op het middenterrein van het ziekenhuis zitten in het gras. En daar hebben we dan een gesprek met z'n drieën. Met Emmanuel, met mijzelf en, en met jou als reisgenoot. En op een gegeven moment komt Jessica, de verpleegkundige, komt er ook bij zitten. En die praat mee over, over de dood. Uh, Alleen is heel ingewikkeld, omdat je, ik heb dat super in geprobeerd te schrijven, dus het is ook mijn perceptie van de waarheid en het is mijn invulling. Uh, maar ik, ik laat Emmanuel ook aan het woord. Maar eigenlijk ben ik degene, ik heb het geschreven. Dus er zit heel veel ook van mij in, mijn perceptie, mijn invulling. Ja, dus om over zo'n machtig gevoelig onderwerp iets te schrijven en ook nog eens een keer vanuit het perspectief van Jezus, van Emmanuel, ja, dat, dat, dat is wel uh, wat ik het meest spannend vond. Wel pittig lijkt me ook, inderdaad, om nou. dat zo echt op te schrijven. En um, um, waarom, waarom vond je nou dat dan juist een verhaal, zeg maar, wat wel gelezen moest worden? Een persoon van vrede laat zich raken. Dat is zeg maar de les van hoofdstuk 5. Um, en ik wilde laten zien hoe Lucas. Tot leven komt. Dus het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Dus helemaal vanuit het perspectief ook van, van Erik en Jiska, die daar als verpleegkundigen en, en als chirurg ook hun leven geven om er te zijn voor de ander. Dat Emmanuel eigenlijk ons meeneemt om te laten zien: kijk, dit is de Samaritaan een Nederlandse chirurg in een Afrikaans ziekenhuis. Het, is, het, is eigenlijk, het was eigenlijk niet heel waarschijnlijk. En toch kiest hij voor om hier samen met zijn vrouw gewoon hun leven te geven om te helpen. Ja. Dus het was een soort introductie aan ook aan hun. Van hey, dit zijn mensen die niet de kruimeltjes van hun carrière geven, maar eigenlijk het beste van wat ze hebben op de plek waar dat het hardst nodig is. Dus ik, ik wil dat heel erg laten zien van hey, Erik en Jeske zijn mensen die zijn geraakt en zelfs op plekken waar. Waar ze constant worden geconfronteerd met de dood. brengen zij wel leven? Ja, en ik, en ik dacht van ja, het thema van de dood gaat ons allemaal aan. En ook de vraag: God, als u werkelijk bestaat, waarom gebeuren dan dit soort dingen? En om wat meer duiding te krijgen, dus niet een sluitend antwoord. maar meer duiding te krijgen over, over dat soort gevoelens. dacht ik ja, misschien is het juist wel mooi om er wat over te schrijven. Juist, ja. Heb jij zelf wel eens. want je hebt heel veel meegemaakt, hè? Uh, ook in die landen waar je dan over schrijft, heel veel. Uh, pittige dingen. Je vertelt ook over uh, Ghana, um, hè, over dat uh, slavenfort waar je ook eerder over vertelde. Het zijn gewoon pittige momenten geweest, zeg maar, dat je daar bent en dat je daar realiseert wat er is gebeurd. En sowieso in jouw hele leven heb je ook wat een en ander meegemaakt. Uh, heb jij nooit, um, of hoe, hoe is dat voor jou geweest? Heb jij wel eens vragen gesteld aan God of heb je het wel eens naar God van waarom doet u dit? Of hoe zit jouw geloofsleven wat dat betreft in elkaar? Ja, absoluut. Ik ben het heel vaak oneens met God. Ja. <laughs> dus... Maar dat is dan ook oké? Okay? Ja, nou, voor mij is het ten diepste geloof ik dat de mens een relationeel wezen is. En als ik geloof dat God de bron is van het leven dat wij leiden en wij zijn ten diepste relationeel, dan is dat ook wat uit de bron komt. Dus ik geloof dat God een relationele God is en dat je er een relatie mee aan kunt gaan. En in die relatie, ja, mogen er wel dingen zijn, wat mij betreft. En, en, en God is God en ik ben mens. En tegelijkertijd, ik voel van alles en ik denk van alles en ik wil van alles. En ik voel de vrijheid om dat te uiten. Dus als ik het zie, het onrecht in deze wereld. dan verandert God ook van u naar je. Dus dan kan ik wel echt zeggen: je, je doet je werk niet goed, weet je wel? Maar dat is mijn pijn en mijn verdriet van wat ik zie. Van als, ik, als, ik de, als ik de macht en de kracht van een God zou hebben. En dan zou ik willen dat vrede werkelijkheid zou zijn in deze wereld. En dat kinderen niet sterven van de honger, maar dat er genoeg eten zou zijn. Dus ik heb wel, ja, ik heb hele eerlijke vragen over, over God gesteld. En ik heb wel eens een tijd gehad, dat ik dacht ja, of God is narcistisch of hij is sadistisch. Het is een van de twee, maar er is geen derde weg. Nou, het blijkt toch een derde weg te zijn. Dus dat zijn ook dingen waar ik over schrijf in, de, in het boek. God is... Ja, dus ik heb wel die eerlijke worsteling hoor. Ook, uh, ook wel boosheid en verdriet en onbegrip. En iedere keer kom ik weer wel weer op de, op de plek van: ik ben mens en, en God is God en ik, ik mag het een vertrouwen. Kobe James met Shekels hier bij Wildfade op Wild FM. Ja, we zijn in gesprek met, uh, met, Melle, uh, met Jesse van Melle. En uh, ja, we hadden het net eigenlijk voor de muziek over van. Uh, ja, misschien ook wel zijn godsbeeld, dat dat eigenlijk echt wel helemaal veranderd is. Maar hoe staat je huidige ja, kijk naar de, vandaag de dag, nu, vandaag als we het opnemen, naar, hoe kijk je naar God? Ja, en het klinkt ook misschien wel een beetje intens wat ik net zei. Hè? Maar dat zijn perioden of momenten dat ik dat ervaar. En dat is niet per se mijn permanente beeld of zo, of, of het grootste deel van hoe ik God zie. Dus hoe het voor mij is, ik geloof dat, dat er een onzichtbare God is... die die de mens heeft gemaakt en de mens niet is vergeten. en betrokken is tot in elk detail van de schepping. Dat het geen transactioneel wezen is, maar dat het een relationele vader is. die daadwerkelijk begaan is met, met mij als, als mens. En wat ik geloof is dat. Um, ja, dat ik in relatie met die God ook gewoon mag, uit, mag uitleven wat ik geloof. En dat, dat daardoor ook God wat meer zichtbaar wordt in deze wereld. Dus dat, dat mijn relatie met God zichtbaar wordt door de dingen die ik doe. Mm. Dus ik geloof wel dat. Kijk, ja, een hogere of een lagere manier van leven, dat wil ik niet zeggen, maar er is wel een, een hemelse manier van leven. En die hemelse manier van leven, die kunnen we daadwerkelijk brengen op aarde door de manier waarop we dingen doen en hoe we praten. Um, ja, dat is wat ik wil. Dus, en ik geloof dat die toegang er is tot God. En dat is onder andere iets waar je nu vandaag de dag je dagelijkse leven mee, mee, mee vult. En dat is, dat is onder andere met de muskotlon. Klopt. En dat is waar je ook wel nodig over hebt verteld. Maar. Ja, er zijn mensen die misschien wel denken van, denken: van ja, ik wil ook graag het beste heb ik voor mijn mensen. En ik ben ook sportief en ik zie ook wel een uitdaging in 10.000 euro bij elkaar sparen. Maar ik ben niet per definitie christelijk of aangesloten aan een kerk of aan, een, aan de organisatie waar jij voor werkt. Is dat ook per definitie noodzaak dat mensen aangesloten zijn bij een kerkelijke gemeente of bij een kerk of bij de vierde Musketiers? Nee. Om aan muskelton mee te doen? Nee, dat is niet, niet nodig. Wat wel goed is om er bewust van te zijn dat je een jaar van je leven soort van apart zet. Dus je gaat een jaar lang ruimte in je agenda maken. Om, om te trainen, om verhalen te horen. We, we hebben wel studies en die studies zijn vanuit christelijke identiteit geschreven. En tegelijkertijd, ja, uh, ik ben teamleider van de Muscatlon en ik vind het super mooi om met alle mensen op pad te gaan. Dus het, het gesprek kan echt gaan over de manier waarop jij de dingen ziet en beleeft. Dus we sluiten echt helemaal niemand uit. Uh, iedereen is daarin welkom. Maar we verstoppen onze christelijke identiteit niet. Nee. Dus dat daar ga je wel meemaken. Daar ga je wel wat dingen over leren. Ja, maar, maar iemand zegt, ik ben nog nieuwsgierig geworden. Ik wil daar wel gewoon in instappen, in meestappen. En kijken van wat dat met mij gaat doen. Ja. Dat dan houdt in dat, dat jullie daar wel voor openstaan. En zeggen, Zeker. welkom. Uh, kijk op welke website? Ja, Ja, En daar kan je zien, jullie doen die sportieve fietsen, lopen, uh, ja. uh, hardrennen, marathon. Wat doen jullie allemaal niet? Ja, je, kan uh, je kan wandelen, fietsen en hardlopen. En hardlopen kun je in verschillende afstanden, 21, 42 of 63 kilometer. Wandelen is 63 kilometer. En fietsen is 100 kilometer op de mountainbike of 8 uur vol fietsen. Nou, dat zijn uh, mega uitdagingen. Ja, want dat is niet op de normale asfaltweg. Nee, in, nee, Nederland, in Afrika hè? hebben ze iets meer uh, glooiing, laat ja. ik het zo zeggen, dan wij in Nederland. Nee, je kan op de halve marathon zo 400 hoogtemeters hebben. Ja. Ja. Kortom, uitdaging genoeg. Stel voor dat jij nou zegt: Van ja, ik ben sowieso gewoon uh, geïnteresseerd in, verdiepend in misschien wel die persoon van vrede waar we vanavond over hebben gesproken met, uh, met, met Jesse. En ik ben ook gewoon uh, ja, getriggerd door, door zijn verhaal over gerechtigheid over vrede, hè? want dat is uiteindelijk waar je ook naartoe, uh, ons naartoe hebt gestuurd vanavond. Van daar kan ik een bijdrage in, in leveren. En ik wil eigenlijk ook God, die God waarin over gesproken wordt, altijd hier bij altijd meer uh, over, over leren. Nou, dan kan dit misschien wel een hele mooie opstap voor je zijn om eigenlijk niet een alfa cursus te doen, maar met een, uh, een muskelton mee te gaan doen. En op die manier eigenlijk uh, uh, de persoon van vrede te leren kennen. En uh, daarin ook een hele toffe uh, organisatie die wereldwijd fantastische dingen doet en bijdragen aan een, aan, een, aan een betere wereld. Want dat zijn prachtige combinaties. Kortom, daar kunnen we nog een hele avond bijna weer over praten. Want daar zal je vast ook prachtige verhalen van hebben van echt elke reis wel die je hebt gemaakt ondertussen. Zeker. Het was voor mij heel inspirerend ook hoe je vanavond met dingen met gedeeld hebt gedeeld met ons over ja, hoe je in het leven staat en hoe je eigenlijk gewoon... Uh, juist door die praktische uh, stap die je doet in je leven. laat zien dat er zoveel meer ontwikkeling ook in jou als persoon zit. En dat mag je meenemen als je thuis bent uh, en meeluistert, denk ik. Uh, heb je nog een laatste slotakkoord, misschien, Jesse? Vast wel. Nou, ik ben heel dankbaar voor de uitnodiging. dat ik hier uh, met jullie in gesprek mag gaan. om ook een stuk van mijn hart te delen. en ook om onderdeel te zijn, eigenlijk, van dat geluid. wat jullie het land in brengen. En uh, ik hoop dat. Uh, dat ik iets moois heb kunnen bijdragen. Ja, dat was het goede nieuws zoals je dat ja, mooi hebt gebracht. Nieuws, ja, ja, dankjewel. Ja, wij uh, stap, stappen weer lekker de auto in naar huis. En uh, we zeggen alvast een goede avond en tot volgende week, tot Marijke. Tot volgende week, Joost. Ja, zeker. Doei.